Yo mensen, Nuke hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op Minecraft Feed the Beast. En vandaag gaan we ons even niet bezig houden met Towncraft, nee. De Wand of Depth laten we vandaag even wegrotten in ons Infusion Altar. Want we gaan Towncraft eventjes op een lager pitje zetten. Want ik ben er een beetje klaar mee, we gaan het eventjes 1 of 2 episodes anders aanpakken. We gaan een beginnetje maken aan Buildcraft. En waar ik uiteindelijk naartoe wil eigenlijk met Buildcraft is, is de Quarry. Gaan we vandaag alvast wat dingetjes voor doen. En eventjes tussendoor, de room is echt helemaal vernieuwd met de kleurtjes en alles. Het ziet er nu wat verzorgder uit. Spulletjes hier in de chest, is gewoon helemaal mooi. Maar ja, Towncraft-kamer laten we even dicht vandaag. We gaan naar ook weer een nieuw gedeelte van mijn Minecraft-server. Dit heb ik ook even off-record gedaan, even buiten het recorden. Want ja, iedereen weet natuurlijk wel een beetje hoe je een mining track, oftewel een spoor in elkaar flanst. Even een minecart pakken. En mijn hele inventory zit er vol gebouwd. Maar ja, dat zijn vandaag vooral nuttige spullen. En dan gaan we eigenlijk even naar ons adresje toe. Aan de andere kant van de map. Dus, eventjes daar naartoe. Want daar gaan we ons... Holy shit. Want daar gaan we ons quarry maken. Dat gaan we natuurlijk niet vlak bij ons huis doen. Want dat ziet er niet uit. Al die gaten in de grond. Ik heb even een mooie vlakte gezocht. Best wel dicht bij mijn huis. Je ziet het ook nog rechtsboven op de minimap. Dat mijn huis redelijk dichtbij is. En dan gaan we eventjes kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. We gaan gewoon een vast begin maken aan de quarry. We gaan als het goed is de liquid transposer maken. En de magma crucible. En... misschien al wat verder. Misschien al wat verder. Moet ik eventjes kijken. Hop, eruit. Zo. Hey. Kapot. Kapot. Waarom lukt het niet om het kapot te maken? Dat is even shit. Oké. Okay. Die we gewoon hier in de chest. Zo. Halt 1 quarry. Hier gaat onze quarry plaatsvinden. Kijk, een mooie vlakte. Om een quarry te gaan bouwen. Maar zoals ik al zei, we moeten eerst eventjes wat anders gaan doen. En dat gaan we gewoon eventjes hier in de open lucht doen. Even kijken of alles wel goed staat. Zo. We gaan dus beginnen. We gaan een beginnetje maken. Ah, nee, jij gaat het regelen. Oké, ik vind nu dat ik mag cheaten, want dit is echt gewoon niet te doen anders. Toggle down. Nee, niet downfall. Downfall. Juist. En we zetten ook meteen de tijd even terug naar ochtend. Want ik heb geen zin in zombies nu. Want het is even belangrijk wat we nu gaan doen. Kom, stop. Stop. Dank u. Oké. We gaan beginnen met de Magma Crucible, denk ik zo. Dat is wel een mooi beginnetje. En die maken we op deze manier. En misschien is het niet heel handig dat ik nu al weg ben van mijn huis. Dan moet ik gewoon eventjes snel een crafting table hier in elkaar flansen. Dan ben ik niet meer gewend, want ik ben eigenlijk een project table gewend. Wat de fuck doe je hier, schaap? Ga eens weg. Ga eens weg, dag. Zo. De Magma Crucible. Die maak je zo. En zo. Oké, dan gaan we eventjes dit doen. Gold. Glass. En iron. Zo, dat even uit. Magma Crucible weer. Oh shit, dat doe ik nu allemaal. Redstone. Oké, dat is ook niet zo moeilijk. Zo. Oh, ik heb er 2 nodig trouwens. Ook voor de volgende machine. Ik maak er dus gewoon meteen vast 2. Waar gaan we dit kwijt laten, jongens? Wacht, dit kan wel even weg. Zo. En dan moeten we dit even doen. Dit zijn nether bricks. Ik denk dat jullie wel weten hoe je die haalt. Die haal je heel vaak bij fortresses. Een fortress is gemaakt van nether bricks. Dus daar kan je de nether bricks vandaan halen. Deze hebben we net gemaakt. Die hebben we net gemaakt. Wat is dit? Dat is volgens mij dit. Oh, shit. En dan bovenaan nog een bucket. En waarom doet hij dat niet? Dat is de vraag. En waarom werkt hij niet? Even kijken, copper ingot. Wat is dat dan? Dat is toch copper? Wat lult dit ding? Waarom doet hij het niet? Oké, als iemand mij zou kunnen vertellen waarom dit in godsnaam niet werkt, graag, want ik snap het even niet. Dus ik heb me gewoon eentje gespand, want anders weet ik het ook niet. Dan gaan we nu snel over naar de liquid transposer. Dit flikkeren we gewoon even hierin. De liquid transposer. Oeh, liquid transposer. Hier. Die maak ik eigenlijk op eenzelfde wijze, dus ik ben benieuwd of die het dan wel doet. Daar ben ik echt benieuwd naar. Pam 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 pam. Waar is mijn ding? Hier. 2 glass. En een bucket. Ja, die doet het wel. Ik vind het vaag. Ik vind het heel vaag, jongens. Oké, dan gaan we snel over naar de volgende machine. Want we gaan echt heel veel machines maken. Ik ga het tempo vanaf nu een beetje opkrikken. Ik ga het niveau wat omhoog brengen. Ik ga nu echt een beetje moeilijke dingen maken. Die ook echt gewoon de moeite waard zijn om te kijken. Hiervoor was het een beetje altijd een beetje van heel veel episodes om dingen te maken en al dingen. Maar dat ga ik nu dus even veranderen. Ik ga nu een beetje de tempo ingooien. Kijk, hoe maak je dit tussendoor?
Heb ik die? Oh ja, ik dacht ik al wat van gemaakt. Dat is helemaal niet moeilijk om te maken. Dat maak je gewoon eigenlijk ja, met 4 stokjes. Vervolgens. Oh shit. Vervolgens. Nou, fuck my life. Vervolgens. Doe je de koolstone omheen. En dan als laatste. Doe je brons omheen. Dan heb je brons gear. Heel simpel te maken dus. En een sturdy casing is gewoon van 8 brons. Dus dat is ook heel simpel te maken. Die heb ik hier trouwens nog ergens. Die sturdy casing, is dat hier? Ja. Oké. Okay. Die had ik volgens mij een paar episodes geleden gemaakt. Nou, een paar episodes. Ik denk wel een stuk of 15 episodes geleden. Oké, okay, dan maak je dus zo. Dit is echt een handig dingetje voor mij, want ik onthoud nooit die recepten. Glass. Heb ik glass bij me? Wat zit er zijn nog in die andere? Niet hier. Hier. Oké. Okay. Zo. Glass. Sturdy casing. Oh, dat zijn brons kunnen. Kan ook. En dan de sturdy casing hier. En dan hebben we een fermenter. En we hebben ook wat solar panels gemaakt, want die waren wel nodig. Solar panels zijn ook heel simpel te maken, maar maak je met kool dus. Dat doe je door kool in een macerator te doen. Glas, ja, dat weet iedereen hoe je eraan komt. Gewoon zand in de oven doen. Een generator, die maak je met een battery. En een battery, die maak je geloof ik met refined iron en een redstone en een copper cable. Refined iron doe je gewoon door iron in de oven te doen. En een iron furnace, dat kent iedereen wel. Ik denk dat het allemaal niet heel veel verdere uitleg nodig heeft, jongens. We gaan denk maar gewoon snel verder met waar we gebleven waren. Kijk, solar panels hebben we, copper cables hebben we. We kunnen denk ik. Oh nee, wacht, ik ga nog even een engine maken. Genaamd een biogas engine. En een biogas engine maak ik op de volgende manier. Waar de fuck hier? Met bronze gear, piston en 3 bronzen. Oké, dat is ook niet zo heel lastig. Piston hier. Ah, en het begint weer te regenen. Het is echt gewoon, het lijkt Nederland wel waar we nu zitten, jongens. Het gaat om de 5 minuten regenen. Tin heb ik. Waar zit dat? Hier. Of koper, sorry. Dan pak ik hier gewoon een paar van. Zo. Wat hadden we nog nodig? Hé, waarom werkt dit nou weer niet? Oh, het is brons. Ik krijg nog kleren. Oké, haal hem maar weer uit. Ik heb brons nodig. Brons. Hier. Oh, dat hebben we trouwens al bij ons. Zo. Oké, dan doen we brons erin. En dan hebben we een biogas engine. Even kijken, houd het bij 1. Oké, het is trouwens slimmer als we 2 biogas engines maken, bedenk ik me nu. Dus we maken er even snel 2. Zo. Oké, ik bedacht me nog iets. Het is best wel lastig hoor, jongens, om even gewoon na te gaan wat je allemaal nodig hebt uit je hoofd. En dat gaat ook gewoon niet lukken. Want het enige wat we nog nodig hebben eigenlijk is een electrical engine. En dan weet ik bijna zeker dat we alles hebben. Daarvoor hebben we nodig tin en tin gear. Dat is eigenlijk gewoon precies dezelfde manier als dat we net de biogas engine hebben gemaakt. Zo, en dan boven dan tin. Ik heb natuurlijk tin bij me, dat zit hier nog in. Zo, 5 tin. Hey, lag. Dit kan wel even hierin. Oké. Ik lag. Ik moet zo meteen even mijn VTB's opnieuw opstarten. Dat gaan we hierna doen. Tin. Hier, tin. Oké. Dan hebben we de electrical engine. Dan zijn we zo bij jullie terug. Oké, we zijn in halte 1 quarry. En hier gaan we beginnen aan buildcraft. Anders is het grote buildcraft project. Dit is echt het begin. Echt het begin van het begin van het begin van het begin. Maar ja, we moeten ergens beginnen. En dat gaan we nu doen. We gaan eerst de solar panels neerzetten. En dan even onze koperkabels erbij pakken. Die gaan we aan elkaar binden. Zo. Vervolgens leiden we die naar, nog niet naar de fermenter. We gaan hem namelijk naar de electrical engine leiden. Die staat hier. We hebben trouwens hier even een lever voor nodig. Die gaan we nu eventjes snel in elkaar flansen. Zo. Zo. Pak ze allemaal. We hebben toch nog genoeg levers nodig. Deze buildcraft project. Dit buildcraft project, sorry. Even kijken. Oké, deze doet het in ieder geval. En de fermenter, dat is een interessant dingetje. Die gaat voor ons namelijk biogas maken. En uiteindelijk gaan we dit omzetten in biofuel. Maar dat gaat nu nog niet gebeuren. Rechtsboven zetten we oak saplings. En linksonder zetten we fertilizer. En fertilizer, gaan we het uithalen. Dat maak ik op de volgende manier. Waarom doet hij het niet? What the fuck? Wat is er mis met dit ding? Oké, nou, in ieder geval fertilizer. Dat maak je van appetite en van sand. Dan moet je maar gewoon opzoeken. Fertilizer heel simpel te maken. En dit heeft water nodig zoals je ziet. We gaan het alvast een beetje vullen. Met
een bucket of water. En zie je wat gaat gebeuren. Als er nog iets gaat gebeuren. Oh, wacht, ik moet natuurlijk wel dat ding aanzetten. Dat is wel handig. Oké, en dan gaat hij nu biogas produceren. Zo, daar gaat hij al. Ja, in de tussentijd gaan wij vast iets maken. Namelijk, ja, toevoer van water. Want dat is gewoon nodig voor dit. Want kijk, hier heb je water voor nodig. En dat water is natuurlijk zo meteen op. Maar dan gaan wij even een stokje verzekeren. We gaan namelijk een pomp maken. En in plaats van een pomp kan je ook wat anders maken. Je kan namelijk ook een aqueous accumulator maken. Die maak je zo niet heel moeilijk, maar ik had geen zin om dat ding te maken. En ik vind een pomp maken leuker. Ik weet niet, dat vind ik gewoon leuker om te doen. Oké. En een pomp is op zich ook niet heel moeilijk te maken. Het is alle twee heel leuk om te maken eigenlijk. Die gaan we even hierin zetten. Die pomp heb ik al gemaakt. Dat is ook niet heel moeilijk om te maken. Maak van een mining well. Niet heel lastig. Kan je helemaal opzoeken. Oké. Dan gaan we die pomp eventjes. Gaan hem één dingetje boven het water uit laten steken. Of eigenlijk een klein stukje boven het water uit laten steken. Zo, die pomp hier. Dan gaan we dit even weghalen. Zo. En dan gaan we de redstone engines omheen plaatsen om hem kracht te geven om het water naar boven toe te pompen. Zo. Oep, dat is niet de bedoeling. Eraf, eraf. Zo. Hier een pomp. Nee, och, die jetpack is fucking irritant aan zijn bouw. Ik ga hem nu uitdoen. Kutding. En nu is mijn redstone engine ook nog naar beneden gevallen. Nou, boeien. Oké. Dan gaan we hier nu wooden waterproof pipe bovenop doen. En vervolgens afmaken met de gold waterproof pipe. Dat gaan we nu naar onze fermenter leiden. Zo. En dan gaan we eventjes ervoor zorgen dat die dingen ook echt gaan werken. Zo. En zo. Lief erop. Zo. En zo. En nu hoop ik dat ze het doen. In plaats van gold pipes. Gold waterproof pipes eigenlijk. Kun je ook het volgende gebruiken. Namelijk liquiducts. Deze. Alleen die zijn wat lastiger te maken met hardened glass. Die moet je namelijk op deze manier maken in een inductiesmelter. Waar de fuck staat dat? Die shit. Fuck my life. Oh wacht, dit is wat anders. In ieder geval, je moet een inductiesmelter maken. En die heb ik op dit moment even niet tot mijn beschikking. Dus we doen het gewoon lekker zo. Komt het water nog omhoog, jongens? Dat zou wel zo fijn zijn. Hij mag het best doen, dankjewel. Oké, daar komt het water. En dat wordt dan toegevoerd naar de fermenter. Die zometeen hier water binnen gaat krijgen. Dat gaat nu gebeuren. Zo. Dus dan is dit ook weer voor elkaar. En dan zie je al hier dat die biomass gaat produceren. Als je dan gewoon hier een emmer doet, heb je een biomass bucket. Oké, dat is mooi. In ieder geval, we gaan nu even onze magma crucible. Even kijken, waar gaan we die neerzetten? We gaan die gewoon hier neerzetten. We moeten het allemaal later weer loshalen, maar dat geeft allemaal niet. En daarnaast een liquid transposer. Oké. Maar die heeft natuurlijk energie nodig. En dat gaan we doen door middel van twee biogas engines. Zo. En zo. Hey, wat doen we? Dat mag niet wat je doet. What the fuck? Draai je, bitch. Zo. Oké. En deze biogas engine, die kan draaien op het zogeheten biomass. Natuurlijk. En gaan we eventjes laten zien. Pompenkreng. Waarom doet dit niet? Wat is nou weer mis met dit ding? Heeft hij meer energie nodig of heeft hij ook nog lava nodig? Dat zou goed kunnen dat hij ook nog lava nodig heeft. Even denken. Heeft dit ding lava nodig? Ik denk het wel. Dus we gaan eventjes wat lava halen. Oké, nu hopen dat het werkt. Even uitzetten dit ding. Dan even lava erin stompen. Zo. En dan denk ik dat hij het er nu al doet. Als het goed is. Oh wacht, hij hoeft natuurlijk nog niet te doen, want er zit nog helemaal niks in. Magma Crucible. Oh, hij laadt wel op. Oh, hij doet het al, laat maar. Oké, hij doet het. En dan gaat hij nu opladen. En dan gaat hij, als het goed is, gaat hij zo meteen. Wacht, als we nou even gewoon slim doen. Dat is ook wel een idee. Als we nou gewoon slim doen, pompen we het gewoon meteen. Dat kan trouwens wel even wat ik nu zeg. Dan pompen we het gewoon eventjes daar naartoe. Het ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit. Zo, zo. Nee, niet daar naartoe. Naar de. Ofwel hier naartoe. Nee, we moeten hem hier hebben. Kut, nu komen we weer tekort.
Oké, okay. Nu kunnen we als het goed is afmaken. Zo. Ik ben ook een beetje nog in de testfase, weet je. Ik ben een beetje aan het klooien gewoon. En dan zie ik wat er gebeurt. Ik heb er een beetje verstand van. Maar ik hoop gewoon gedurende de episodes alles uit te gaan vogelen. Hoe het allemaal precies werkt. Heb ik nog een lever, nee. Moet ik even maken. Oké, het wordt nacht, daar heb ik geen zin in. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Even snel een lever maken. Zo. Ja, oké, okay, nu komt het er wel uit. Nu komt er wel biofuel uit. Of biomass, sorry. Nou, hij doet het in ieder geval. Oké, okay, want kijk, ik weet niet, Buildcraft zit ook een beetje onder bugs. Want weet je, soms heb ik een quarry, heb ik wel eens gemaakt, weet je wel. En dan doet hij het gewoon. En dan wordt het niet weergegeven dat er ook echt energie in zit. Dat het gewoon fucking raar is, terwijl dat er wel gewoon in zit. Oké, okay, maar in ieder geval wat we willen. De Magma Crucible gaat nu namelijk dit produceren. Ah, oh, please, stop met die regen. Oké. Okay. En we moeten het hierin hebben. Even kijken of de configurations... Dit is output, dus even kijken. Even goed kijken, hoe staat die? Dit is de voorkant, hè? Ja. Oké, okay, dus we moeten hier links outputten. En rechts inputten. Of is het de achterkant het input? Nou, in ieder geval, hij moet inputten en deze moet hier ontvangen. Dus we moeten hier de input. Blauw is input. En dit is output. Dat maakt trouwens allemaal niet uit wat er allemaal staat. En kijk, ja, hij gaat inderdaad opvullen hier. En dat is ook precies wat we willen. Want in de volgende episode, dat gaan we nog niet vandaag doen, gaan we de volgende dingen maken. We gaan namelijk voor deze dingen. Namelijk voor de Redstone Energy Conduit. En dat zie je, dus dat moet je vullen met een Liquid Transposer. En Molten Redstone, dat we dus zojuist gemaakt hebben. Daar hebben we dit voor nodig. Dus dat gaan we de volgende episode maken. En dan, ja, komt het allemaal goed. Dit hebben we namelijk nodig, dit deel. Oh, shit. Deze dingen is namelijk een deel van de quarry die ik wil gaan maken. Dat is gewoon een deel ervan. Je kan het ook op andere manieren doen, maar ik vind dit even handiger. Oké, het zat me toch even niet lekker dat het ding geen biomass binnenkreeg. Dus ik heb nog even gekeken en het doet het inderdaad. Ik heb Vitabies er opnieuw opgestart en die doet dit gewoon. Kijk, nu geeft hij het gewoon weer. En dat hoort ook gewoon. Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace.